We gaan beginnen met de tweede proef. Proef 6. En ook hier was ik te ver voorbij de A, dus ik draai in volte. En we gaan beginnen met AXC, binnenkomen in arbeidsdraf, daarna op de rechterhand. Ik trek een 6 voor, ik moet hem recht houden. Nou, we zitten recht voor. Dus dan gaan we, ja, ik zie een, ja, kan ook de camera zijn. MXK, van hand veranderen en kliplas de draf verruimen. Oh, hier krijg ik een 6,5 voor. In de andere, hier was er wel veel voorwaarts, want na het emotionele momentje had ik niet veel tijd om elkaar weer goed te krijgen. Dus A en F, arbeidsstap, een 5 tegen de hand. Ja, daar zie je het al, tegen de hand. FE, van hand veranderen en enkele passen de stap verruimen. Hier krijg ik zelfs een 7 voor, mag meer halsdaling nog. Dus je zit wel vrij hoog inderdaad, dat zie ik ook wel. Tussen E en H, overgang arbeidsdraf. Daar krijg ik een 5 voor. En jawel, ik zit zelfs op het verkeerde been. CXC, grote volte. Nou, mijn volte is daar niet veel mix mee. Want ook hier krijg ik een 7 voor. Tussen X en C, arbeidsklok rechts aanspringen. Dit keer is die onstuinig. Dat is ook wel zo, denk ik. Ja, hartstikke idee. BB, grote volte. Nou, mijn voltes zijn goed blijkbaar. Want hier krijg ik een 7 voor. En dan na de volte zometeen, dan doen we overgang arbeidsdraf. En daar krijg ik een 6 voor, want dat moet namelijk vloeiender. Dan moet ik wel zeggen dat ik veel geoefend heb op de overgangen. Zeker tussen stap en draf. Maar het lukt me zeker niet altijd. En wat ik zei, ik was nogal emotioneel. We gaan KB van hand veranderen. Van hand veranderen, hier krijg ik een 7 voor. En hier moet wat meer in. Ik denk dat ik blij was dat ze wat rustiger was. Daarna krijgen we CXC grote volte. Ook daar krijgen we een 7 voor. Kijk, hier is hij weer helemaal terug. Hartjes lekker plat. Lekker een bit knabbelen. Zometeen op de volte. Oh, Tess, dat was wel heel wiebelig. Dan krijg je tussen X en C arbeidsklop links aanspringen. Dan krijg je een 6,5 voor. Nou, een beetje onstuinig. EBE grote volte. Dan krijg ik een 5 voor, want die is te groot. Dan moet ik wel zeggen, Tess is hier aan het filmen en die doet echt onwijs haar best. Maar ze moet natuurlijk wel nog een hoop leren, want we wiebelen lekker mee met alles. Tussen K en A overgang arbeidsdraf krijgen we een 6 voor, die moet vloeiender. Ja, dat weet ik ook wel, dat moet ik echt nog wel oefenen. Kijken of het echt uitvalt. Nou, dat speel ik alweer mee. BB, grote volte na enkele drafpassen het paard de hals laten strekken. Krijg een 5 voor, moet meer dalen en de volte is te groot. Ik weet wel dat ze hier behoorlijk vlot was en dat ik heel veel moeite had om er en te laten dalen. En dan ook nog eens een keertje de hals te laten, of in een goed tempo te houden. Tess zit hier met iemand anders te praten, dus is niet heel erg bezig met filmen. Tussen B en M teugels op maat, 5, want ze is loperig. Ja, dat klopt wel. Dan krijgen we C afwenden en A op de rechterhand, een 6, recht houden, rechter houden. Kijk hoor. Nou ja, de camera bewijst zoveel dat ik niet kan zien. KXM van hand veranderen, enkele passen de draf verruimen. Deze is goed, dit is een 7. Dus we gaan even kijken wat hier dan beter gaat dan bij de andere. Als je niet inmiddels misselijk bent van het bewegende beeld. Nou, dat weet ik dan niet. E afwenden, B rechterhand. Dan krijg ik een 6 voor. Daar is de impuls te weinig. Gaan we. Afwenden. Tess heeft heel druk met een vriendinnetje. Dus die zit hier gewoon dwars door me heen te kletsen. Dat horen jullie niet, maar ik wel. En daarna gaan we A afwenden. Daarna arbeidsstap. Deze is goed, want dit is een 7. Kijken, arbeidsstap. Nou, dit is bijna niet te zien door het gewiebel, maar goed. Halthouden groeten ook een 7. Totaalpunten was 189,5. En waren een derde in dit geval, dus daar waren we heel erg blij mee.